Quantitative Finance and Actuarial Science is a program that studies all kind of risk management questions, both in society and in the financial sector. In the program, we focus a lot on quantitative techniques. So that means that you will use mathematical skills, statistical skills, probabilistic, optimization, data science, all kinds of analytical techniques to address questions in the broad area of quantitative finance. Een groot deel van mijn werkzaamheden bestaat uit het inschatten van de financiële risico's. Aan de hand van veel data en van allerlei modellen kun je dus je risico's kwantificeren en in kaart brengen. En dan rapporteer je ze aan het management en dat is voor hun weer input om beslissingen mee te maken. De risico's die een verzekeringsmaatschappij loopt, dat zijn marktrisico's, zoals bijvoorbeeld inflatierisico of je renterisico. Maar het zijn ook niet-marktrisico's, zoals bijvoorbeeld je lang levenrisico. Je kunt je voorstellen dat als je pensioenverzekeringen hebt, die moet je uitbetalen zolang mensen leven. En als mensen dan opeens 5 jaar langer leven, dan moet je ook 5 jaar langer premie uitbetalen. En je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat je genoeg vermogen hebt om die premie 5 jaar langer uit te betalen. Two unique features of the program are on the one hand the conceptual thinking about methods, when do they work and when do they not work, and on the other hand the socially responsible attitude towards risk management. Ieder bedrijf wil natuurlijk altijd zoveel mogelijk klanten binnenhalen. Je premie wil je natuurlijk zo goed mogelijk neer kunnen zetten. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je altijd als actuaris, als je die premie mede bepaalt, doet wat realistisch is. En het is heel belangrijk dat je daar je verantwoordelijkheid in neemt. The program consists on several core courses in quantitative finance. There's lots of free choice and electives that you can take from neighboring programs. One feature of the program is that it has a relatively small number of students, and that means that there is lots of interaction with the people that are teaching in the program. De dingen die ik tijdens mijn studie heb geleerd, die zijn heel erg waardevol voor mijn functie nu. Aan de ene kant theoretische inhoud, maar aan de andere kant heb je ook leren communiceren over deze soms heel moeilijk uit te leggen dingen. Dat is in je werkveld des te belangrijker, want daar heb je niet alleen maar technische mensen om je heen. En dan moet je het nog makkelijker uit te kunnen leggen. Our graduates are in very high demand broadly in society, both in the private sector and in the public sector. The common theme of where they end up is that it all has to do with managing and measuring risks. There's lots of uncertainty in the world, and the question is, how do you deal with that uncertainty? What do you do if you don't know what will happen in the near future?